Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim & Kom podcast. As always, walking in het zonnetje. Heerlijk, zolang het nog kan. En even een intro opnemen, want het is de eerste van de maand. En dat betekent Q&A Friday. En als deze online komt, dan is het inderdaad vrijdag. En dan mag ik spreken op het ondernemersfestival. Ah! Ik zit eerst vanochtend in haar en make-up. Dat doe ik eigenlijk nooit, maar ik vind dat wel altijd heel erg leuk als het gedaan wordt. Vooral mijn haar. Dus hopelijk wordt dat heel mooi. En vervolgens stap ik in de auto op weg naar Vlaardingen. Naar het ondernemersfestival. En ik heb van zoveel ondernemers gehoord van, oh wat tof, ik ga je zien, ik kom ook. Ik denk, oh wat vet. Om ook allemaal bekende gezichten te zien. Dus kijk er enorm naar uit. En als je me een klein beetje kent, weet je dat ik dit soort dingetjes ook best wel spannend vind. Dus morgenochtend zullen de zenuwen wel komen. Nu gaat het nog prima. Ik ben vandaag bezig geweest met hoofdlijnen, mijn talk voorbereiden. En wat ik altijd super vet vind om te doen, is dat om zoveel mogelijk waarde te geven en niet enkel te zenden. Maar ook dat dingen echt praktisch kunnen worden toegepast in iemands leven, waar die op dat moment mee worstelt. Dus ik ga ook hot seat sessies doen. En Hi. Hot seat sessies doen. En hopelijk zijn er een aantal mensen die zeggen, ik wil wel. Wat heel vaak is het. Ik vind het heel eng om naar voren te komen. Dat snap ik volledig, dat je dat eng vindt. Maar trust me, ik vind het ook echt iedere keer doodeng om op zo'n podium te staan. Maar dit is echt zo'n gevalletje. Feel the fear and do it anyway. Want als je er eenmaal staat en je komt naar voren, dan ben je echt oprecht, dat weet ik zeker, heel trots dat je het gedaan hebt. Alleen al de overwinning, hè, van het overwinnen van die angst en het toch doen. En de kans is ook gewoon heel groot dat je een doorbraak ervaart. Want je hebt die vraag niet voor niets. Dus echt, als je iets wil, dan ga ervoor. Dat geldt ook voor morgen. Dus als je nu luistert misschien wel op weg naar het ondernemersfestival en je hoort dit en je denkt, oh, dat lijkt me wel super tof. Dan alsjeblieft steek je hand op. Want ik zou het heel erg vet vinden als ik je ook live kan helpen. En wil ik echt mijn uiterste best voor doen dan. Dus ja, dus dat. Super excited en also super nervous. Maar dat hoort erbij. Dat is de ideale combinatie naar mijn mening. Dus dat. En nu de Q&A. Ga lekker luisteren. Het overkoepelende thema. Ik denk dat het oprecht weer een hele waardevolle is. Het overkoepelende thema van vandaag is heel erg loslaten. Alignment en joy. En dat komt terug in allemaal verschillende onderwerpen. Gezondheid. Echt een paar keer gezondheid, ondernemerschap of course, geld, ouderschap. Ook een aantal supermooie vragen gekregen. Ik ben even hard op het nadenken, want er waren heel veel verschillende onderwerpen. Maar ik denk gewoon dat je mag gaan luisteren als je in ieder geval aangetrokken voelt tot iets. En je vindt de Q&A's waardevol, dan trust me, vandaag gaat ook een hele waardevolle zijn. Thank you alvast voor het luisteren. Dank je wel alvast ook. Als je hem waardevol vond om de moeite te nemen om hem te delen. En als ik je ga zien live bij het ondernemersfestival. Of in ieder geval, hè, als je daar bent, dan kom even hoi zeggen. Dat zou ik echt super, super, super leuk vinden. Nou dat, geniet van je weekend. Ook als je niet op het ondernemersfestival bent. Geniet van je weekend. En dan spreek ik je volgende week weer. Ja, dat. Oké, doei. Jongens, goedemorgen. Nog even onprofessioneel alles goed neerzetten. Ik ben niet meer gewend dat ik de video niet kan draaien. Maar dan gaan we het zo doen. Het is oké. Als je er bent, please let me know of je me kunt horen. En dan kan ik ook meteen zien of ik de comments kan lezen. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Dus als je nu, ik zie dat de eerste mensen live binnenkomen, alsjeblieft laat me eens weten of geluid goed is, beeld goed is. En dan kan ik meteen zien of ik je comments kan lezen. En goedemorgen. Dat had ik al gezegd, maar volgens mij keek er toen nog niemand. Dan pak ik op mijn laptop hier nu de vragen erbij. Ongelooflijk veel vragen. Super tof. Heel veel zin ook om heel veel live te gaan beantwoorden. Ja, dankjewel Lisette, Vivian, top. Ik zie dus dat ik de comments zie. Top. Diana, goedemorgen. Marijn, goedemorgen. Nina, goedemorgen. Geluid en beeld, goed. Top. Top. Oké. Hienke ook, Daniela, superleuk. Oké, dankjewel überhaupt dat jullie er zijn. En dankjewel voor het reageren.
Wat mij betreft kunnen we dan aan de slag. Goedemorgen, Greet. Super tof dat jullie allemaal intunen. Het is super interessant, hè, want Facebook verandert heel vaak dingen. En normaal gesproken kon ik het beeld liggend. Kon ik de camera liggend plaatsen, wat iets fijner was. Maar ja, helaas, hoe gaan we het nu doen? Met een staand beeld, ook oké. Okay. Als voor jullie het beeld goed is, dat vind ik het allerbelangrijkste, dan vind ik het ook goed. Oké? Okay? Let's go dan! Oké, okay, nou, as always, voor iedereen die nieuw is, of een reminder, wat we gaan doen is, ik heb alle vragen beantwoord. Die zijn binnengekomen en vervolgens ga ik er ongeveer 10 uitpakken, uitkiezen die ik nog even live wil beantwoorden of live wil toelichten. Dus dat gaan we doen. Als je nog vragen, opmerkingen, reacties, whatever hebt, dan kan dat sowieso op het einde. Tuurlijk mag je tussendoor reageren, maar vaak gaat het heel snel waardoor ik het niet zie. Dus op het einde is er echt uitgebreid tijd om je vragen te stellen. Oké? Okay. Oké. Okay. Wiesje, goedemorgen. Vivian, Isabel, Moreen, Manon, Lisette. Leuk je Diditop. Ja, zo heet die. Top, inderdaad. En ik zag net, het is echt heel gênant trouwens, jullie krijgen even alles live mee, zodat ik het kaartje nog niet eraf had geknipt. En ik was toen bezig met vragen beantwoorden. Ik dacht, oh shit, ik moet me snel omkleden. Dus tadaa, het kaartje heb ik even erin gefrommeld. En die verwijder ik straks wel als ik klaar zijn met de live. Maar dankjewel, ik ben ook heel blij met de top. Ja, Lisa, het lacht maar even met me mee. Niemand die dit verder ziet. Het erge is dat dit waarschijnlijk ook op de podcast komt. Dus iedereen kan meegenieten nu. Oké, okay, Kim, ga beginnen. Want dit is echt niet waardevol wat je nu aan het doen bent. Oké, okay, daar gaan we. Ik ga geen namen noemen. Ik ga de vraag voorlezen. Soms val ik me een klein beetje samen omdat sommige wat uitgebreid zijn. En vervolgens ga ik mijn take op dingen geven. Ik heb een aantal mensen gevraagd. Bij er zo meteen live bij. Omdat ik over bepaalde dingen heel even wil sparren. Oké, okay, are you ready? Energy, check. Hebben we er zin in? Ingrid, goedemorgen. Superleuk. Ja, hebben we er zin in? Even heel enthousiast reageren. Dat maakt dat ik er nog meer zin in heb. Superleuk ook dat er steeds meer mensen nog bij komen. Wel grappig en joyful. En dat is ook belangrijk. Je hebt helemaal gelijk. En ook heel mooi dat je joyful met hoofdletters schrijft. Je hebt helemaal gelijk. Hè? Klein beetje humor moet er af en toe toch in kunnen zitten. Oké, okay, jongens. There we go. Eerste vraag. Hey Kim, ik wil mijn product, trajectprijs, om dichter bij jezelf te komen, die ik mijn klanten aanbied, verhogen van 990 naar 1499 euro. Dus zeg van 1000 naar 1500. Ik voel elke keer dat ik nu moet verhogen. Ik lever zoveel waarde. Binnen 4 maanden kunnen mijn klanten, bla bla bla. Nou, in ieder geval, nu komt een stukje. Ik ga, wat logisch is, hè? Helemaal geen oordeel, maar ik ga justifyen waarom deze prijs klopt. Ik ben al omhoog gegaan. Even kijken, ik wil mijn trajectprijs dus verhogen, maar ergens zit er angst. Is deze angst van mij of heb ik deze overgenomen van iemand anders vanuit hun overtuiging dat het duur is? En hoe ga ik deze shiften? Wat voel jij erbij? Ja, als je me een klein beetje kent, dan weet je wat ik nu ga antwoorden. Want wat ik voel meteen is, als jij het voelt, dan gaan we dit doen. Als jij het voelt, dan is het antwoord, go do it. En wat heel belangrijk is hierin, hè, want ik zag dat heel veel andere ondernemers hierop reageerden van, goh, ik herken dit. Ik denk dat iedere ondernemer dit herkent. Ik herken dit ook. We herkennen dit allemaal. Als we voelen van eigenlijk energetisch klopt de prijs die we nu vragen, klopt niet meer. Maar we vinden het ook spannend, want hè, je wil wel je klanten blijven behouden. Ik ben misschien bang dat klanten inderdaad gaan reageren, maar nu vind ik het te duur. Iets wat ik heb geleerd, echt, ja, wat ik uit ervaring kan delen is, uiteindelijk, het moet kunnen natuurlijk, hè? Maar uiteindelijk is prijs nooit de echte reden waarom iemand niet koopt. En hoewel ik ook dit zelf het allervaakste als argument terugkrijg, hè? Ik denk dat elke ondernemer in een lancering of als je iets aanbiedt, dat het vaakste terugkrijgt als iemand niet koopt, is het prijs. Wat het echt is dat iemand zelf nog niet daar is. En dat kan liggen aan je eigen communicatie, kan ook liggen aan die persoon. Dat die klaar is om dat bedrag te betalen. Dat die klaar is om all in te gaan. Maar wat ik uit ervaring kan delen, wat ik met zekerheid weet, is dat er
voor dat nieuwe price point ook een klant is. Er is voor elk price point een klant. En het gaat erom dat jij het kunt ownen. Want jouw energie gaat alles bepalen of die sales succesvol gaat worden. Als jij het kunt verwachten. Als jouw dominante vibratie. Dan komt het gewoon. Zo simpel is het. Zo mag je het zien. Als jouw dominante vibratie op dit stuk is angst. Ga je dat terugzien in de sales. Het gaat niet verkopen zoals je wil. Is je dominante vibratie vertrouwen? Je oomt het helemaal. Ik zeg niet, je moet het 100%. Ik zei je dominante vibratie. En dat betekent dominant dat het meer dan de helft. Ja, als je het percentage wil pakken, is het meer dan, dat is meer dan 50%. Hè, minimaal 51%. Wil jij dominante vibratie wil je uitzenden? Eentje van overvloed. Eentje van vertrouwen. Eentje van verwachten. Eentje van dit ownen. Dit is het gewoon waard. Iets anders gaat het gewoon niet meer worden. Dit is een no-brainer. En als je hem niet voelt, is dat jouw loss. Dan komt het gewoon eigenlijk op neer. Als je dat kunt voelen, moet je het gewoon doen, gaat het gegarandeerd sales opleveren. Als je het niet kunt voelen, is het super interessant. Want dan zou ik je de vraag stellen, welke verhoging kun je wel 100% ownen? Er is een verhoging nu die je 100% kunt ownen. Misschien is het deze, misschien is het een andere. Alles is daarin goed, het mag ook in stapjes. Hierin is er geen regels, maar maak het ook niet te moeilijk in je hoofd. Het allerbelangrijkste is dat het energetisch klopt, dat jij het kunt uitzenden, dat jij het kunt verwachten. Als jouw dominante vibratie er een van overvloed is, gaat het verkopen. Waarom? Omdat dat de wet van aantrekking is. Zo werkt het. Alles is energie. Alles reageert op wat jij uitzendt. Oké. Dan reageer jij vervolgens met... dat is wat ik jou ook vroeg. Kun je verwachten dat mensen dit gaan betalen? Jouw eerste reactie is, mijn eerste ingeving is ja. Maar ik voel ook weerstand in mijn buik. Spanning. Je hebt namelijk bij mij ook de gelegenheid om in 2 termijnen te betalen. Echter krijg ik nog steeds door dat ik 2500 euro makkelijk kan vragen. Oké, dan gaan we weer een stap omhoog. Maar ergens wil ik er nog even tussenin gaan zitten en dan kom ik uit op 1500 euro. En dat voelt voor nu oké. Maar uiteindelijk kan ik later verhogen naar 2500 euro. Volgens mij probeer je aan mij uit te leggen. Eigenlijk een soort van te justifyen dat je dit mag vragen. Ik snap het, maar dat hoef je niet te doen. Want ik geloof je, maar het gaat niet om wat ik erbij voel, het gaat erom wat jij erbij voelt. Ergens zit er dus toch ook nog een stukje van wat als ze niet gaan betalen. Ja, maar als je het niet probeert, dan weet je het niet. En terwijl ik dit schrijf, hoor ik van boven Vivian, dat doen ze wel. De juiste mensen komen op je pad vertrouwen. Waar zit dit stukje dan nog in? Welke overtuiging? Weet je wat dit is? Dit is gewoon, het is nieuw. Ik heb nog geen ervaring, ik heb het nog nooit gedaan. Dit is gewoon spannend, omdat het nieuw is. Dit is gewoon uit je comfortzone. En dat is dit stukje. En dit is heel normaal. Maar dit is even, vanuit mijn advies als business coach, feel the fear and do it anyway. Dit is ook wat vanuit de law of attraction, feel the fear and do it anyway. Je verlangen is heel duidelijk. Je mag het nu gaan volgen. Het is heel simpel. Oké, just do it. En maak het niet te moeilijk. Ga het ook niet te veel analyseren. Maar waarom voel ik dit dan ook? Nou ja, je gaat gewoon uit je comfortzone. Het is nieuw. En daar hoort dit bij. En dat is oké. Het is een nieuwe stap. Het is een groei als ondernemer ook. En groei in wat je jezelf waard vindt. Wat je durft te vragen. Dus dit zijn allemaal fases waar je doorheen gaat. En dit is een nieuwe fase. Zo mag je het zien. Oké, even kijken. Ja, deze wil ik beantwoorden omdat ik hier heel veel vragen ook over krijg in mijn DM. Kim, hoe ga jij om? Het gaat niet specifiek om deze vraag, maar wel over anders zijn in een relatie. Kim, hoe ga je om met dat jouw man zich soms schaamt of inhoudt als jij gewoon jezelf bent? Dit is iets wat bij ons niet meer speelt, maar wel in het verleden heeft gespeeld. Ik ben namelijk best wel knettergek. Mij boeit het allemaal geen reet. Ik doe alles. Eigenlijk best wel. En zijn vriend is eerder iemand zegt, ja, dat doe je toch niet? Ja, maar wat als anderen wat van je denken? Dan denk ik altijd, ja, boeit mij anderen. En die ga ik toch allemaal niet meer zien. Dus whatever. Jij vertelt dat jij je niet druk maakt om wat anderen over jou denken. Nee, dat klopt. Ik heb dat ook steeds meer. Maar mijn man is ook van, maar dat doe je toch niet? Ja, dat herken ik. Je moet wel dit en dat doen, ook naar de kinderen toe. Om anderen wel het juiste te laten zien. Ik krijg dan de kriebels, maar soms merk ik ook dat ik mezelf ga aanpassen. Dat wil ik niet meer. Maar soms kost het te veel energie om dan in mijn eigen energie te blijven. Ik vind het vooral lastig als er anderen bij zijn. Daarna voel ik me slecht, omdat ik niet naar mijn eigen gevoel geluisterd heb. Snap je het? Ja. En
Je mag echt, dit is echt een teken dat je daarna slecht voelt. Dat is een teken dat je dus niet de juiste keuze hebt gemaakt. Want anders zou je je wel meer oké voelen. Dus ook al kost het je energie om in je eigen energie te blijven, dit is wel iets wat je mag oefenen. Dit is echt iets wat je kunt trainen. En de feedback die je lichaam geeft is, ik voel me daarna slecht. En wat is een teken van slecht voelen is uit alignment zijn. Dus ik heb niet gedaan wat ik eigenlijk echt wil. Letterlijk, ik leef niet het leven dat ik eigenlijk echt wil. Ik doe niet de dingen die ik eigenlijk echt wil. Mijn reactie was, ik snap je heel goed. Ja, ik zei ook tegen jou, ik zeg gewoon tegen mijn partner als hij zoiets zegt, boeiend, dan vindt ze er maar wat van. Ja, en dan moet hij het mee doen. En hij weet dat ondertussen. En ik geloof er ook in dat jullie niet voor niets samen zijn. En het is een contrast tussen jullie. Ergens vindt hij het ook leuk. Maar hij vindt het ook spannend omdat hij het belangrijker vindt wat anderen van jullie denken, van hem denken. Het is oké, weet je, hij mag zijn zoals hij is. Hij mag dat ook zeggen. Maar dat betekent niet dat ik daar iets mee moet doen. Dus dat is hoe ik het aanvlieg. Ik merkte in het begin ook dat ik me ging aanpassen. Toen dacht ik, what the fuck zijn we aan het doen? Ik ben mezelf niet meer. Dit gaan we dus niet doen. Ik ben zo, take it or leave it. En dat went. En dan ligt je partner mee omgaan, dan kan ik mijn ervaring zeggen. Ik geloof er echt in dat hij het uiteindelijk ook best wel leuk vindt. Mijn partner voelt zich dan erg ongemakkelijk. Ik vraag me af wat jij dan allemaal doet, waardoor hij zich ongemakkelijk voelt. Ik ben wel heel benieuwd nu naar voorbeelden. Dus als je dat wilt delen. Ik weet dat het ook een stuk is wat van hem is en niet van mij. Het is absoluut van hem en niet van jou. Dus zorg er ook voor dat je het niet van jou maakt. In het verleden mezelf klein gemaakt, het ook toegestaan, aanpassen. Ja, dan ben je nu uit aan het breken. En snap ook dat het voor hem dus lastig is omdat jij verandert. Dat betekent niet dat je daardoor niet moet veranderen, maar geef hem ook de tijd om eraan te wennen. Maar pas je ook niet aan. Maar vind het ook niet gek als hij dan reageert met dat hij dat vervelend vindt. Of dat hij zich schaamt of whatever. Dat is een oncomfortabele situatie. En hoe meer je vanuit liefde het gesprek aangaat. Van goh, ik snap dat je je zo voelt. We staan hier anders in. Maar dit is wie ik ben. En ik heb me lang genoeg aangepast. Ik wil mezelf kunnen zijn. En weet je, andere mensen, waar gaat het eigenlijk over? Of die gaan we nooit meer zien. Of snap je, iedereen heeft zo zijn eigen gedrag. En ik geloof erin dat het de wereld mooier maakt, dat we allemaal gewoon meer onszelf gaan zijn. En dat vooral onze kinderen leren, want je noemde ook je kinderen. En dat vooral je kinderen leren, want Julian die gaat ook gewoon zingen in een winkel. En dan is daar een bepaald plateauotje waar we elke keer lopen. Zegt hij, mag ik zingen, mag ik dansen? Dan loopt hij daarop en schreeuwt hij de hele straat bij elkaar. Met zich. Ik vind het prachtig, iedereen kijkt. Ja, weet je, dat is vanuit joy. Dat wil ik niet. Ik geloof erin dat je kinderen qua gedrag, hè, bepaald gedrag, in goede en toch echt wel in banen mag leiden. Maar een hele mooie, dat ik nooit meer zal vergeten, dat stukje heb ik gedeeld op Instagram, een boek dat ik voorlas. Volgens mij is het uit The Saint, The Surfer and The CEO. Daar staat een stukje over kinderen, wat in de kern gaat over never place limits. Oh, dat heb ik trouwens ook in een podcast gedeeld, dat stuk uit het boek. Never place limits on a child's spirit. Maar je mag wel limits plaatsen on a child's behavior. Of dat mag je gidsen, child's behavior. But never place limits on a child's spirit. En die vind ik zo mooi. Want als ik jullie aan dat zie doen, dat is echt spirit. Dat is gewoon hij die volledig zichzelf is. Een lichtje in deze wereld. Wil zingen, wil dansen. Zijn voice wil laten horen. Zegt je ook, kijk naar mij, kijk naar mij. Ja, en dan denk ik, ja, laat die jongen dat lekker doen. Ja, mensen kijken. Misschien als hij groter is en dan doet het nog, dat mensen nog meer gaan kijken. En dan denk ik, ja, ik vind het ergens wel mooi. En ik wil vooral dat je zo blijft, jongen. En bepaalde andere gedrag, dat willen we wel in baan leiden. En dat zullen we misschien wel corrigeren. Maar dat grote verschil, spirit en behavior, vind ik heel mooi. Dus, en dan wil ik zelf als moeder, en ik hoop dat je dat ook inspireert, een voorbeeld zijn van never place a limit on your spirit. Kun je daar wat mee? Eigenlijk is hij de gek. Dat is iets Limburgs. Dus ik doe eigenlijk niet gek. Maar ga mezelf niet anders voordoen bij anderen. Ja. Ja, ik snap wat je zegt. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Oké, dit gaat over gezondheid. Ik heb er eentje op het gebied van gezondheid. Ik heb een bindweefselaandoening. Ik ben echt al heel ver gekomen. Supermooi. Ik loop weer gedeeltelijk. Ik voel me alsof ik de wereld aan kan. En mijn enthousiasme vergeet ik echt mijn grenzen nog wel eens.
resultaat dat ik s'nachts wakker lig van de pijn. Ik ben aan het minderen met mijn zware pijnstiller als ik zoek naar een balans. Vannacht echter weer wakker gelegen van de pijn. Mijn lijf heeft het zwaar. Ik moet al rust pakken en gas terugnemen om mezelf te beschermen. Vanmorgen weer de bal gevisualiseerd die mijn lijf reinigt. Ja, dat is inderdaad een van de visualisaties bij de trainingen. Hoe kan ik hier nu het beste mee omgaan? Is rekening houden met je grenzen nu denken in tekort? Nee, absoluut niet. Wat hierin belangrijk is, is accepteren where I am. Ik zal niet het woord nu gebruiken. Ik denk meteen aan Abraham Hicks, happy with where I am and eager for more. Vervang het woord happy met okay with where I am. Dus accepteren waar je bent. Okay with where I am and eager for more. Dit is de situatie en ik kan er tegen vechten. Ik kan boos zijn, ik kan balen van mijn grenzen. Of ik kan het omarmen en met mijn lijf meebewegen. Wat geeft je lijf aan? Wat kan wel, wat kan niet? Waar ligt de grens? En soms is dat lastig en is het continu opnieuw een balans vinden. En het is een proces. En omarm dit proces. En weet ook, ik ga naar een betere situatie. Maar daar kan ik niet komen if I'm not okay with where I am. Dus okay zijn met het hier en nu. De situatie volledig accepteren. De weerstand loslaten. Het is wat het is. Ook al is het niet fijn. Het is nu even wel wat het is. En je hebt to deal with that. En hoe meer je dat vanuit positiviteit kunt doen. En eagerness for more. En vertrouwen for more. Hoe sneller dat je ook een shift zult zien. Kun je daar wat mee? Ja, zegt ze. Ik was bang dat ik daarmee juist zou denken. Ik kan het niet. Ik moet leren mijn fysieke grenzen respecteren. En dankbaar zijn met de vooruitgang. En dat is het. Heel erg mooi. Heel erg mooi dat je dit kunt horen. Dat is het. Daar geloof ik zo in. Ik wil eventjes een voorbeeld delen. Ik heb de afgelopen 6 dagen, vandaag ben ik er weer helemaal, ik heb 6 dagen non-stop hoofdpijn gehad. Ik weet ook, en ik weet dat een aantal van jullie die kijken hiermee resoneren, niet zozeer met de hoofdpijn, maar wel met lichamelijk ongemak. Het is heel lastig. Als je je niet goed voelt om beter te voelen, te visualiseren wat je wel wil. Wat Abraham Hicks teach is, zoek de momenten op, al is het maar 5 minuten per dag, dat je je het beste voelt. Dat je je enigszins iets beter voelt en pak dat moment om te focussen op wat je wel wil. Wat ik persoonlijk altijd doe, ik geloof erin dat mijn lichaam altijd reflectie is van wat er bij mij speelt. Dat dingen niet voor niets gebeuren. En ik wist donders goed waar het vandaan kwam. Dat komt door een privé situatie die mij momenteel heel erg aangrijpt. Waar ik helaas niets over kan delen. Omdat er anderen bij betrokken zijn. Maar ik merkte dat het me zo aangreep. Mijn lichaam reageerde altijd meteen fysiek. Dat ik wist. Hier moet een doorbraak komen. Want dit gaat gewoon niet goed. Ik moet zorgen dat ik een doorbraak creëer hierin. En doordat ik die gedachte had, dus het ging over de gedachte, ik niet zozeer ik moet uit de situatie, maar ik moet zorgen dat ik nu met deze situatie ga leren dealen op een manier die voor mij het beste voelt op dit moment, waardoor ik weer een lichtje zie. En ineens, toen ik dat uitsprak, echt acuut gewoon, dit was echt heel mooi, acuut kwam er een idee, een inspiratie, dat ik dacht, maar wat nou als we het zo gaan doen? Wat nou als dit een tijdelijke oplossing is? Wat nou? Ik hoop dat ik er later meer over kan delen, maar nu dat we er middenin zitten, kan ik niet. Wat nou? En weet je wat er toen gebeurde? Mijn hoofdpijn trok langzaam weg en aan het einde van de dag was hij weg. En ik heb vannacht voor het eerst geslapen zonder wakker te worden van de pijn. En vanochtend werd ik wakker en ik dacht, wauw. Holy shit, ik ben er weer. Halleluja. Ik kan weer helder nadenken. Ik kon gisteren ook niet naar een beeldscherm kijken. Dus dat. En dat is iets wat ik doe. Dat hoef je niet te doen, maar dat helpt mij altijd. Dat ik altijd kijk van okay, wat is hier gebeurd? Waarom komt dit? Waarom komt het dat ik dit voel? Ik geloof er zo in dat jouw lichaam je feedback geeft over wat er speelt. En dat er iets uit alignment is. En daar mag je iets mee. En heel vaak, bij mij werkt dat zo op het moment. En dat ligt natuurlijk aan de situatie. Een hoofdpijn een stuk ook kan heel snel wegtrekken. Als iets ernstiger is, dan het is een andere situatie. Maar ook daar geloof ik in. Dat je gaat kijken naar, wat kan ik veranderen aan de situatie? Wat kan ik veranderen in mijn zijn? Hoe ik ermee omga, letterlijk in mijn alignment. Hoe kan ik ondanks dat toch zorgen dat er voor mij een lichtje is, dat er voor mij alignment ontstaat. Whatever that is, hè? Want het is niet
ja, het hoeft niet de ultieme uitkomst te zijn zoals je het graag zou willen, maar misschien is een ander pad wat lichter voelt dan het pad, zeg maar, dat je aan het bewandelen was. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Want wat er vervolgens gebeurt is dat er een shift ontstaat in, ja, bij mij is het heel vaak mijn hoofd, dat er een shift ontstaat in hoe je je voelt. En als je die alignment opzoekt en echt gaat leven zoals je wil leven, uit de weerstand gaat, accepteert wat is, ook als wat is niet fijn is. Als je dat echt kan, je laat de weerstand los, moet er een verandering in de situatie optreden. Dat is wet van aantrekking en dat geldt ook voor gezondheid. Oké, heel lang antwoord. Het is inderdaad een ingewikkeld onderwerp. En toch hoop ik dat je er iets mee kan, ook al ben ik misschien redelijk vaag. Ja, en dan de volgende vraag gaat over inderdaad, je bent op je schouder gevallen. En eigenlijk is hetzelfde antwoord. Wat het beste voelt is negatieve gedachten en zorgen telkens weer bewust opmerken en beweging maken naar achteroverleunen en vertrouwen dat het op een of andere manier goed komt. Dat is echt een dingetje voor mij en dat snap ik. En daar word je nu... Het is een uitnodiging om dit echt te gaan oefenen. Ook dit is iets, en dit zeg ik uit ervaring, echt trust me, want ik ben zo anders geweest als persoon dan hoe ik nu ben. Een enorme control freak, heel negatief, super onzeker. Ik was zo anders dan hoe ik nu ben. Dat kun je je niet voorstellen. Die persoon was ook nooit op camera gegaan. Die persoon had nooit dit bedrijf kunnen bouwen. Zoals ik nu ben, geloof ik wie ik echt ben. Maar ik had allemaal lagen van bullshit, waardoor ik een compleet andere persoon was. En als jij nu zegt, dit is echt een dingetje voor mij, dan snap ik je volledig, want dit had ik ook. En ik kan dus uit ervaring zeggen, je kan dit oplossen. Het heeft echt te maken met bullshit van jezelf afhalen en jezelf trainen om het anders te gaan doen. En vooral anders te gaan zijn. Je zegt nog, ik blijf wel haken op waarom ik ben gevallen. Ik had uiteindelijk het gevoel dat alles meer op zijn plooi begon te vallen. Op zijn plek begint te vallen, denk ik. Ik weet dat je dan die vraag te stellen hebt, maar er komt niet zoveel. Heb je nog tips? Nou ja, je hoeft ook niet te gaan vroeten in iets wat nu niet komt. Hè? Dus als jij voelt van, ik was volledig in alignment en ik snap er helemaal niks van. Vanuit de wet van aantrekking kan dit dus niet, dat dit dus gebeurd is. Het kan ook vaak, er zit nog iets in je vibratie, waardoor het meer iets uit het verleden is, denk jij. Maar er was nog een dominante vibratie waardoor dit gebeurt. Dit is ook hoe het werkt. Maar dat kan jij alleen maar invullen. Dat kan ik niet voor je invullen. Ik weet het niet. Dus heb je nog tips hierin? Ga niet onnodig vroeten. Bekijk het eerlijk. Ik kan het ondertussen wel echt acuut zien. Als er iets speelt lichamelijk, dan denk ik, yo, snap ik. En dan is het aan mij om het te veranderen. Maar ook dit mag een proces zijn. Maar ga niet onnodig vroeten in iets en negativiteit misschien opzoeken wat niet nodig is. Dus het moet echt even van, oké, ik snap het, bam, ik wil wat anders. Dus niet die vibratie daardoor omlaag laten trekken. Oké, gaan we verder. Yes, deze wil ik. Ik heb een vraag. Ik heb vorige week een afspraak gemaakt om me in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Ik wil graag weer mijn eigen praktijk starten. Ik heb er vroeger een gehad als fysiotherapeut, maar dit beroep heb ik losgelaten omdat ik gewoon nog niet gelukkig was. Nu wil ik heel graag een praktijk starten voor leefstijlcoaching, waarbij de focus vooral moet liggen op werken vanuit rust en ontspanning en vooral leren luisteren en voelen naar je lichaam in combinatie met intuïtief eten. En gewichtsneutraal werken. Ik heb twee vragen. 1. Adviseer jij werken vanuit je eigen naam of een verzonnen naam voor de praktijk? Ik vind een verzonnen naam echt moeilijk en kom er niet echt uit. Oké, je geeft je eigen antwoord. Allebei kan. Ik persoonlijk zou altijd kiezen voor je eigen naam. Mijn ervaring is namelijk, ik heb 6 jaar lang een praktijknaam gehad. En al mijn klanten, dat waren er honderden, uiteindelijk meer dan 1000 in totaal, die kenden mijn praktijknaam niet. Dat was Food & Lifestyle toen ik begon. Niemand kende mijn praktijknaam. Iedereen zei, ga naar Kim. Dus alles is goed. Maak er wat van. Wat voor jou goed voelt. Mijn ervaring is wel, als je je eigen naam pakt, kan je heel makkelijk alle kanten op. Omdat jij gaat focussen op personal branding. Mensen leren jou kennen. Het is gekoppeld aan jou. En als jij een andere kant op wil, dan is dat heel makkelijk. Omdat het nog steeds valt onder jou. Dus ik zou het nu nooit meer anders doen. Dus ik zou echt voor mijn eigen naam kiezen. Maar ook dit is persoonlijk. En als jij nu al zegt, vindt het echt moeilijk, kom er niet uit.
Ja, dan denk ik dat je je eigen antwoord al hebt. 2. Als ik in eerste instantie mijn praktijk start met een combinatie van het geven van ontspanningsmassages, wat niet mijn uiteindelijke verlangen is, omdat ik hiermee klanten wil werven voor de leefstijlcoaching, werk ik dan vanuit tekort, omdat het gebaseerd is op de overtuiging dat ik misschien nog niet klaar ben voor het geven van leefstijlcoaching en begeleiden van mensen. Of mag ik het zien als inspired action om tot een hoger doel, verlangen te komen? Beide kan. En het antwoord hangt af van hoe het voelt. Doe je het vanuit tekort? Zit daar een angst op? Ja, ik ga dit maar doen. Want ja, wat ik eigenlijk echt wil, daar kan ik niet geloven dat ik nu al klanten voor krijg. Is dat de reden waarom je het doet? Dat is vanuit tekort. Of doe je het vanuit, nou, dit voelt als een logische stap om te starten. Ik kan verwachten dat ik hier klanten mee krijg. Ik kan ook verwachten dat er een aantal van die klanten door wil stromen naar mijn leefstijlcoaching. Dan kan ik ze daar ook kennis mee laten maken. En dit voelt als het pad van de mensenweerstand. Voelt supergoed als eerste stap. En ik heb zin om daarmee te starten. Situatie is precies hetzelfde, dezelfde actie, maar de intentie erachter, het gevoel erachter is compleet anders. En dit gaat het verschil betekenen. Dus, wat het is voor jou, hoe het voelt, is het antwoord. Hopelijk kun je daar wat mee. Oké, let me see. Yes, oké. Lieve Kim, ik heb even jouw inspiratie nodig. Nee, er staat niet lieve Kim, sorry, er staat hey Kim. Sorry, ik vul hem even zelf met lieve Kim. Even je inspiratie nodig. Ik voel dat ik behoorlijk vastzit op werk. Niet meer de plek, niet de inhoud, niet de mensen. Anderzijds, komt binnen, Rohan. Sorry voor de caps lock. Nee, je hoeft geen sorry te zeggen. Ik zie af en toe wat comments voorbij komen. Super fijn als iets resoneert dat je dat laat weten. Nou jongens, ik moet zo meteen even diezen. Komt-ie, sorry. Yo, thanks. Hey Kim, even inspiratie nodig. Ik voel ik behoorlijk vastzit op werk. Niet meer de plek, niet meer de inhoud, niet de mensen. Anderzijds ben ik ook in beweging om mijn eigen bedrijf te starten. In mijn hoofd leek het met 1 dag per week minder werken een prima overgang. Nu lijkt het toch alsof die dagen, werk, inhoud, collega's, niet mezelf zijn en dergelijke niet zomaar even te doen zijn. Dat het veel van mijn energie op allerlei lagen vraagt. Het kost me veel tijd en energie om weer terug in mijn eigen bubbel te komen, waarin ik alle vertrouwen heb. De weg van de minste weerstand. Opzeggen voelt ook niet als de weg van de minste weerstand gezien de financiële impact. Een andere baan als tussenstap? Vraagteken. Ik ben een beetje aan het stoeien. Ik hoor graag van je. Ja, mooie vraag. Kom ik weer met mijn irritante antwoord. Wat voelt wel als je erbij bent? Wat voelt wel als de weg van de minste weerstand? Hoe voelt het als je nadenkt over, wauw, een andere baan misschien? Misschien bestaat er iets dat en kan zijn, dat me en de ruimte geeft en een andere energie brengt, waardoor ik dit kan combineren. Een andere baan is misschien spannend, want het is weer nieuw, dat is uit je comfortzone. Maar prikkelt het, kriebelt het, trekt het enigszins. Dat je überhaupt al die vraag stelt, zegt mij al iets. Maar ik wil het nooit voor je invullen. Ik kan niet voor jou voelen. Wat voelt voor jou als pad van de mensen weerstand? Je hebt heel duidelijk wat je wil. Wat voelt als de fijnste weg om daar te komen? De weg die je nu bent ingeslagen is het niet. Oké, wat zou het wel kunnen zijn? En misschien kun je experimenteren met een aantal dingen. En ik denk altijd, ja, wat is het ergste als je waarop zegt je probeert iets nieuws? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat het nog steeds niet fijn is. Kan, maar ja, je hebt het nu ook niet fijn. Dus de vraag is, kan het erger worden? Of kun je er alleen maar op vooruit gaan? Ik wil je niet een bepaalde kant op duwen, maar kijk altijd naar en. Wat ik heb gedaan, namelijk toen ik mijn eigen bedrijf ben begonnen. Ik heb mijn baan bij de rechtbank opgezegd. Want dat was gewoon een fulltime baan van 9 tot 5. Of, dat ging niet. Wat ik ben gaan doen, plus ik had buikpijn. Ik voelde me daar niet meer goed. Ik wilde weg. Terwijl het wel goed betaald en zo. Maar goed, daar gaat het dus. Voor mij ging het daar dus niet om. Ik heb dat opgezegd. Maar ik had verder geen inkomsten. Dus ik ben toen begonnen een aantal dagen in de week werken bij de Veromode. Daar was Valerie van Chicloos toen mijn baas. Zij was daar store manager. Dan ben ik begonnen als verkoopster. Vond ik heel erg leuk, maar dat heb ik een tijdje gedaan. Vond ik leuk, maar uiteindelijk kwam er iets op mijn pad dat ik tennisles kon gaan geven voor een paar uur per week. En dat is toen, nou ja, dat was fantastisch toen hoe dat gegaan is. Dat was ook alignment. Ik begon met 3 uur per week. En mensen waren zo enthousiast dat ineens een half seizoen later, dat was in de winter, begon ik met 3 uur per week. En in de zomer had ik 20 uur, omdat ineens die hele club, het was een hele kleine club, maar met 2 banen, die wilde op, maar niet de hele club, ik overdrijf het nu, maar een heel groot gedeelte van die club wilde ineens op tennisles. En dat sprak zich rond, dat was echt superleuk, die club bloeide op. En toen heb ik daar een aantal jaren heb ik daar tennisles gegeven voor ongeveer 20 uur in de week.
In de avonden, van 's middags tot 's avonds, vanaf een uur of 3, 4 tot 10, 11 's avonds, dat ik 11 uur thuis was. En dat betekent dat ik overdag mijn praktijk kon opbouwen. Dus ik ben ook, zeg maar, gepivot, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, naar iets wat passend was. En gewoon verschillende dingen geprobeerd tot ik iets had gevonden wat passend was, waardoor ik vanuit rust en vertrouwen en tijd mijn praktijk en overvloed dus mijn praktijk kon opbouwen. Dus ja, dat zou ik doen. Wat voelt het beste? Alright, next question. Let me see. Even kijken. Ja, ik wil deze wel. Deze gaat over kinderen. Ik heb hier ook op geantwoord dat het voor mij voelt als wie ben ik om hier iets over te zeggen. Maar ik wil het toch doen, want mij wordt de vraag gesteld. Oké. Mijn oudste zoon, ik heb elke dag strijd met hem. Wat betreft schoolwerk, hij doet het gewoon niet. Hij zat eerst in de brugklas HAVO-VWO, is nu gezakt naar HAVO. Maar op deze manier gaat hij straks terug naar de MAVO. Dit is een hele andere en niet zo goede locatie waar hij en wij ook hem niet willen hebben. Maar het lijkt niet tot hem door te dringen en hij levert daardoor veel ruzie en strijd op. Voor de rest is hij ondernemend, voetbalt, geeft keeperstraining, werkt sinds vorige week 2 avonden in de week bij de snackbar. Alleen thuis is hij verkleefd aan zijn telefoon en computer. Ik doe mijn best om het los te laten, maar ik weet gewoon hoeveel verdriet hij zal hebben als hij het niet redt, maar die andere locatie moet. Maar het helpt niet veel. De sfeer in huis wordt er niet beter op. Hoe kan ik dit het beste aanvliegen? Ja, zoals ik net al zei, ik voel meteen, als het gaat over kinderen die ouder zijn, wie ben ik in godsnaam om advies te geven? Want ik heb geen ervaring. Maar je vraagt het me, hoe ik dit zou aanvliegen vanuit de wet van aantrekking. Vanuit de wet van aantrekking zou het advies zijn, let it go. Laat het los en laat hem zijn eigen pad bewandelen. Hij is oud genoeg, wijs genoeg om zijn eigen keuzes te maken. Hij is hier op aarde door jullie gekomen, maar niet van jullie. En hij heeft gidsing nodig, maar niet volledige controle. En je mag uitzenden wat jij denkt dat het beste is. Maar dit brengt jullie alleen maar verder van elkaar, verder uit elkaar. En dit kan het niet zijn. En ik zou het loslaten. Ik zou hem zijn ding laten doen. Wat is het ergste dat kan gebeuren? En dan gaat hij maar naar de MAVO. Misschien dat dat hem motiveert. En ik geloof erin dat iemand niet voor niets een bepaald pad bewandelt. En daar leert hij van. En ik snap wat je zegt. Maar ik geloof er ook heel erg in dat school en diploma, zeker in deze tijd, in deze wereld nu, absoluut niet het belangrijkste is. Absoluut niet het belangrijkste is. En als hij zelf verder ondernemend is en hij zit lekker in zijn vel, hij is gelukkig, laat hem zijn ding doen. Laat hem zijn eigen pad bewandelen, laat hem zijn eigen keuzes maken en let it go. En als dat betekent dat hij naar de MAVO moet, dan moet hij naar de MAVO. Misschien dat hij dan intrinsiek gemotiveerd wordt en misschien niet. En vanuit de MAVO kan hij ook weer naar de HAVO, kan hij zelfs naar VWO, kan hij alsnog, als hij dat zou willen, kan hij zich opwerken. Alles kan. Maar laat hem zijn eigen pad bewandelen. Dit werkt niet. Dus mijn advies zou echt zijn, let it go. Let it go en laat je verbazen over wat er gebeurt als je loslaat. Want nu is er een en al weerstand. Dus nu gaat sowieso niet gebeuren wat je wil. Kijk eens, misschien verbaast hij je. Misschien verbaast de situatie je als je loslaat. Oké, dat. Ik hoop dat ik mezelf dat ook als advies kan geven. Als het misschien ooit zover is. Ik hecht heel weinig waarde aan het huidige schoolsysteem. En ja, nou goed, het is misschien een ander moment om daar meer over te zeggen. Ik heb daar echt een hele sterke mening over. Komt misschien ook mijn eigen ervaring, maar nou ja, dat. Dus ik zou het echt loslaten. Vervolgens zeg je ook op je werk loopt het niet gesmeerd met roddelen achter mijn rug om. Ook hier heb ik geen controle over, maar ik vind het erg lastig om hiermee om te gaan. Ik ga elke dag met een steen in mijn buik naar het werk. Degene die roddelt heeft veel invloed, dus er wat van zeggen is niet heel makkelijk. Hoe kan ik met beide situaties het beste omgaan? Ja, hier zou ik eerst bepalen, wil ik hier blijven? Zo ja, kun je 2 dingen doen. Je kunt het gesprek aangaan of je kunt zorgen dat jij jezelf dat geeft wat maakt dat je in alignment blijft, ondanks de situatie. En dan zou ik echt kijken naar, oké, als die persoon meent dat hij dat moet doen om zichzelf beter te voelen, dan is dat haar, zijn probleem. En dat is niet mijn probleem. Maak het ook niet je probleem. Ik snap dat het vervelend is. Misschien heb je het, als je een klein beetje vorige week meegekregen. Er is een heel groot account op Instagram wat mij echt helemaal zwart aan het maken was. Echt
helemaal zwart. Ik heb veel kritiek en haat en allemaal op me afgekregen de afgelopen jaren. Ook op televisie een paar keer, maar dit was next level. Maar uiteindelijk, de conclusie is... Ja, mijn dominante gevoel was, ja, als jij het nodig hebt om dit te doen. Als jij heel blij van wordt om dit te doen, dan doe maar. Het is oké. Uiteindelijk geloof ik erin dat licht en liefde altijd wint. Dus whatever, doe je ding. En ik zou het ook aanvliegen op deze manier. Als jij zegt van, ik ga elke dag mijn buikje naar mijn werk, dit is het niet waard. Ik ga weg. Ook oké. Je kan ook weggaan. Dat kan ook het pad van de mensenweerstand zijn. Ga lekker een nieuwe baan zoeken. Begin opnieuw. Have a fresh start. Misschien is het wel heerlijk om dat te doen. Jij voelt het. Jij bepaalt. Durf die keuze te maken als dat het beste voelt. Alright. Even kijken. Oké, volgende vraag. Live. Ga ik die ook beantwoorden, heb ik tegen jou gezegd. Lieve Kim, ik ben bezig met self-love mastery. Wat een mooie en pittige reis ben ik begonnen. Ik heb je hulp en inspiratie nodig bij het onderdeel loslaten. Het betreft mijn kinder- en puberteit. In het kort komt het hierop neer. Tot mijn 6e voelde ik me gelukkig en kon ik kind zijn. Ik had ook nog een broertje. Mijn ouders zijn toen een jaar uit elkaar geweest. Nooit gedwongen zijn ze weer bij elkaar gaan wonen. Vanaf dat moment ben ik geen ongedwongen kind meer geweest. Ik kreeg nog 1 broertje en 3 zussen. Voor mijn gevoel is dat altijd het tweede gezin geweest. Mijn moeder had het daar druk mee en ik voelde me alleen, eenzaam en emotioneel verwaarloosd. Ik ben me als derde ouder gaan gedragen. Ik wilde erbij horen. Ik probeerde ook altijd de spanning en ruzies die er vaak waren te voorkomen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik geen kind en puber ben geweest. Dat voelt als een groot gemis. Ook een gemis in mijn ontwikkeling naar een volwassen persoon. Ik was in een andere positie gerold. Daar ben ik nu boos, verdrietig en gefrustreerd om. Al die gevoelens zijn gericht tegen mijn ouders en broertje en zussen in het tweede gezin. Ik kan het geen plek geven en loslaten. Het komt steeds naar boven en dan stromen de tranen over mijn wangen. Het staat mijn verdere reis en ontwikkeling in de weg. Kun je me helpen? Ja. Het is super rot om te horen dat je dit hebt ervaren en dat je je zo voelt. Daar wil ik mee starten. En daarnaast, ik hoop dat je dit kunt horen, want ik ga dit echt vanuit liefde delen. Daarnaast zou ik je willen uitnodigen om te gaan kijken naar waarom is dit gebeurd? Wat heb ik hiervan geleerd? Hoe heeft het bijgedragen tot de persoon die ik nu ben? Hoe heeft het me gevormd? Hoe heeft het me ontwikkeld? Hoe kan ik hier dankbaar voor zijn? Hoe heeft het bijgedragen aan de persoon die ik nu ben, waar ik trots op ben? Ook al voel ik een bepaald resentment, kan ik zien waarom dit gebeurd is. Ik geloof er namelijk in dat dit niet voor niets gebeurd is en dat het je heeft gediend. En het klinkt heel stom, want jij beschrijft het als iets heel anders, maar ik wil je uitnodigen om iets anders naar de situatie te gaan kijken. Hoe kan dit positief zijn? Als ik nu terugkijk naar mijn kindertijd, mijn pubertijd en zelfs de eerste jaren van mijn 20e jaren, kan ik zeggen in die tijd, ik heb me echt doodongelukkig gevoeld. En met momenten zelfs was het echt een hel. Niet omdat, naar mijn ouders toe helemaal niet, maar het was gewoon thuis uiteindelijk, ook al was er geen ruzie. Het was heel erg een zwijgen situatie in elkaar voor mij, dus geen... Dat was thuis, maar ik wist niet beter. Dus dat was thuis. Maar ook op school, ik heb me altijd een buitenbeentje gevoeld. En als ik nu terugkijk, mijn gevoel van geluk, wat ik nooit eerder had ervaren, begon echt toen ik 25 was en mijn eigen bedrijf startte. Toen voelde ik voor het eerst echt dat ik dacht, wow, kun je je ook zo voelen? Zo fijn en krachtig en vrij. En voor mij is dat moment een gamechanger geweest. Ik heb heel lang... verdriet gehad en mijn ouders de schuld gegeven voor mijn eetprobleem, mijn eetstoornis, het aankomen, het ongelukkig zijn, het onzeker zijn, noem maar op. Maar uiteindelijk waren zij het niet schuld. Ik heb gekozen om te reageren op de situatie zoals ik heb gereageerd. En ik was toen jong. Ik wist niet beter. Ik neem het mezelf ook niet kwalijk, dat is het niet. Maar ik ga het ook niet meer buiten mezelf zoeken. En door te zien dat het alles me heeft, zo heeft gediend en dat het maakt tot wie ik nu ben. En dat al die lessen leren hebben gemaakt dat ik nu dit kan doen. Dat ik dit werk kan doen. Dat ik ook dat die eetstoornis, die heeft gemaakt dat ik mijn eigen bedrijf kon starten. En dat ik mensen zo kon begrijpen die hiermee worstelden. Ik kon zo intunen hoe dit was, want I've been there. En anders geloof ik, ik had mensen nooit zo goed kunnen helpen. Ik had dit werk nooit kunnen doen. Dit was nooit
mijn levenspad geweest als dat niet was gebeurd. Ik ben nu echt oprecht ook voor de scheiding. Want mijn ouders zijn gelukkiger dan ooit en ik heb een betere band met allebei dan ooit. Het is allemaal goed geweest. In het moment niet, maar achteraf kan ik dat zien. Ik heb er 10 jaar om gehuild. Het heeft me 10 jaar gekost om ermee te dealen. Want als je me dan vroeg, kon ik niet zonder te huilen vertellen wat was gebeurd. En na 10 jaar ging ik in therapie, vrijwillig. Ik ben vaker in therapie geweest omdat mijn ouders dat wilden, maar ging ik vrijwillig in therapie. En daar werd me echt de spiegel voor gehouden. En dat was vet oncomfortabel. Ik ben ook heel boos geworden. Een keer weggelopen in die sessie. Ik dacht echt, wie denk je wel niet dat je bent? Flikker op. Echt heel boos. Maar ze had wel gelijk. En dat had ik nodig. En vanaf dat moment ben ik bij mezelf gaan zoeken. En ben ik aan mezelf gaan werken. En ben ik volledige verantwoordelijkheid gaan nemen voor mijn leven. En heb ik ook switch kunnen maken naar zien hoe dit voor me heeft gewerkt. In plaats van tegen me heeft gewerkt. En in plaats van dat is me aangedaan. Hoe dient het mij? En dat is mijn persoonlijke ervaring. Is een gamechanger geweest. En ik wil je uitnodigen omdat ik weet wat het voor je kan betekenen. Om dit te gaan doen. Om deze reis te gaan maken. En dit gaat je echt. Als je dit los kan laten. En echt kan zien van. Dit is niet voor niets gebeurd. En het heeft me laten groeien. Het heeft me iets gebracht. Dan komt er een shift in hoe jij je voelt over deze situatie. Hoe je naar de situatie kijkt. Hoe je naar je ouders kijkt. Naar je gezin. Hè, dat tweede gezin kijkt. En kun je een shift maken. Uiteindelijk misschien niet van vandaag op morgen. Van resentment naar liefde. En als je dat doet, verandert er zoveel in jou. Verandert zoveel in jou. Dat als je de weerstand loslaat, dat het ook ineens de overvloed die je eigenlijk zoekt, op alle vlakken naar je toe kan komen. Nu blokkeer je hem door dit stuk. En dat zeg je ook heel mooi, maar het punt is wat je wel mag zien, je doet het zelf. En je kiest ervoor om het vast te houden. Je mag ervoor gaan kiezen om het los te laten. Even kijken, nog even een vraag op de schouder. Zou het gebeurd kunnen zijn omdat ik tijd nodig heb om meer bezig te houden met innerlijk werk en cursussen? Dat zou kunnen, dat zou absoluut kunnen. Ik kan dat niet voor je invullen. Voor jou zou dit als logisch moeten klinken. Was je te hard door aan het rennen? Was je... Ik bedoel, ik kreeg mijn burn-out dat mijn lichaam me letterlijk een halt toeriep. Omdat ik eigenlijk iets anders wilde, maar de keuze niet durfde te maken vanuit tekort. Dus wat doet mijn lijf? Het laat me door mijn benen zakken en het laat me niet meer kunnen lopen. En niet meer kunnen functioneren, niet meer met mensen kunnen praten. Ik kon mijn werk niet meer uitvoeren. En op het moment dat ik een andere keuze maakte, was ik binnen een maand was ik er weer volledig. Ik was echt insane hoe dat gegaan is. Ik zeg niet dat het voor iedereen zo is, maar het is wel een teken dat het zo kan zijn. Oké, dankjewel voor je reactie. Oké, heel veel mensen reageren met wauw, dit komt binnen. Heel mooi. Het helpt zo, hè? Ook als je lichamelijke klachten, hoe kan dit me dienen? Wat wil dit me zeggen? Hoe kan dit voor me werken? Probeer uit de weerstand te stappen en die shift te maken. Voor mij ook die afgelopen 6 dagen waren ook zo eigenlijk heel goed. Ik heb me zo belabberd gevoeld eigenlijk, hè, met die hoofdpijn. Maar het was weer een teken, want die non-stop hoofdpijn had ik ook toen ik in mijn praktijk zat, helemaal volgeboekt. Vanuit ego opereerde, vanuit wow, iedereen wil door mij geholpen worden, maar eigenlijk wil ik vrijheid, eigenlijk wil ik wat anders, eigenlijk wil ik eruit stappen, maar ik durf niet, bla 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 bla. En uiteindelijk was het gewoon knap, mijn lichaam knapte gewoon, echt letterlijk, het hield ermee op. En die hoofdpijn die herkende ik. Ik had nog nooit, na dat moment, nooit zo lang achter elkaar. Ik heb dit wel eens vaak als ik me rond een menstruatieperiode hele heftige hoofdpijn kan krijgen, maar dan weet ik gewoon, oh, 3 dagen is het ongeveer weg en dat is oké, maar nu hield het aan. En dat is een teken voor mij en ik wist het. Dat mijn lijf aan het reageren was op iets wat er speelt. En nu mocht ik aan mezelf gaan toegeven dat ik er meer last van had dan dat ik mezelf wil. Hè? Dat ik toegaf aan mezelf en dat ik er dus iets aan mag gaan doen. Dat is een teken. Dit zegt iets. Dit komt ergens door. En ja, er is iets gebeurd. Het is niet, zoals ik het graag zou willen, het is niet de oplossing. Maar er is iets gebeurd en dat heeft meteen, het is gewoon de pijn trok weg. Dit bestaat echt. Zo mooi ook. Ik heb dan steeds Tony Robbins in mijn hoofd. Ik heb het altijd onthouden. Change happens in an instant. En dan noemt hij een voorbeeld ook van hoofdpijn. Change happens in an instant. Op het moment dat jij besluit om anders naar een situatie te kijken, ga je een andere vibratie uitzenden. En komt er acuut een shift in hoe je je voelt, wat je uitzendt en wat je aantrekt. Dat is Law of Attraction 101. Ja, ik hoop echt dat je hier heel veel aan hebt.
Ik ga door. Oké, Eline, ik zie dat ik deze nog niet beantwoord heb, dus dat ga ik zo meteen nog even doen na deze live. Even kijken. Ja, oké. Volgende. Hey Kim, ik heb een vraag in verband met het zetten van intenties / doelen. In je podcast en in Love Attraction Master geef je het voorbeeld van omzetdoelen. Bijvoorbeeld als je 5000 euro niet kan geloven, schakel dan terug naar bijvoorbeeld 3000 euro. Je zegt, affirmeer wat je wel kan geloven. Maar wat als er geen gradaties zijn, zoals bijvoorbeeld zwanger worden? Het is wel of niet zwanger zijn. Ik kan niet terugschakelen op bijvoorbeeld 70% zwanger zijn. Nee, hele mooie vraag. Hier heb ik... Ja, oké. Ik ga hem even aflezen. Hoe schakel je dan naar doelen / intenties die ik wel kan geloven? Ik merk dat ik nog te veel blokkades hierop heb, maar dat is geen tussenweg zoals omzetdoelen. Want dit kun je gewoon verlagen. Hoe doe je dit? Ja, dit kun je namelijk ook met dit stuk doen. En wat je dan doet is, op dit moment ga je kijken naar, oké, wat is mijn verhaal op dit moment? Dan wil ik dat je heel eerlijk bent. Als je het hebt over zwangerschap, ik weet niet of je er nu bij bent of je dit wilt delen, maar anders pak pen en papier. Het is echt een hele goede oefening om dit te doen. En ga schrijven, oké, wat voel ik als het over dit onderwerp gaat? Wat is dan mijn dominante overtuiging? En dan wil ik dat je heel eerlijk bent. Niet wat wil je, maar wat voel je echt? Ga je schrijven. En dan ga je kijken, oké, dit is dus nu mijn verhaal. Wat kan ik wel geloven dat positiever is dan mijn huidige situatie? Van dit naar compleet, ik ben zwanger en dat ga ik affirmeren, is te groot. Kun je niet geloven, snap ik volledig. Maar misschien kun je wel geloven, ik geloof erin dat mijn lichaam gezond is. Ik geloof erin dat mijn lichaam in staat is om zwanger te worden. Ik geloof er ook in dat als ik in alignment ben en de druk ervan afhaal, dat dit het pad naar zwanger worden gaat verlichten, gaat vergemakkelijken. Er wil een kindje via mij geboren worden. Daar vertrouw ik op. Ik hoef het proces niet te controleren. Het gaat gebeuren. Het hoeft niet nu. Het mag als de tijd kloppend is. Ik vertrouw dat mijn lichaam precies weet wat ik moet doen. Ik hoef het niet te controleren. Ik hoef er ook niet continu op te zitten van het lukt nog niet. Ik hoef ook niet continu bezig te zijn met affirmaties. Ik mag gewoon vertrouwen voelen. Vertrouwen voelen in mijn lichaam. En vertrouwen voelen dat een kindje via mij geboren wil worden. Kun je dat voelen? Dat is een klein stapje dichterbij. Dat is niet, ik ben al zwanger. Ik word zwanger. Ik vertrouw erop dat mijn lichaam precies weet wat het moet doen. Ik mag de druk ervan afhalen. Mijn lichaam kent het pad van de minste weerstand om dit voor elkaar te krijgen. Hoe meer ik loslaat, hoe meer ik zal manifesteren wat ik wel wil. Universe, surprise me. Let me know of je daar wat mee kan. Ook dit stukje trouwens, hè, want ik weet dat dit namelijk ook een heel kwetsbaar onderwerp is. Wat ik ook vaak lastig vind om iets over te delen, maar als het me gevraagd wordt, doe ik het wel. Ik heb namelijk altijd overtuiging gehad. Ik klinkt heel stom als ik dit zo zeg, maar ik ben super vruchtbaar. Dat heeft op Bali. Ik ben toen op Bali naar een healer geweest. En blijkbaar heb ik dat dus als waarheid aangenomen, omdat het bevestigde wat ik al wist. Ik weet niet, ik heb daar een podcast over opgenomen. Het is eigenlijk wel een hele mooie voor mezelf om ook een keer terug te luisteren. Dat is namelijk in december 2017 geweest. Ik weet het nog heel goed. Ik was daar op Bali. En ik vond de situatie eerst een beetje eng. Ik heb nog getwijfeld of ik weg wilde gaan. Maar ik voelde zo sterk. Ik moet daar zijn. Dus ik ben toch naar binnen gegaan. En twee dingen, het waren drie dingen die ik heb onthouden. Ik twijfelde op dat moment over mijn relatie. Ik was toen net met zijn vriend samen en ik voelde me zo oké daar dat ik niet goed wist wat ik daarmee moest. Hij zei toen tegen mij, deze man is heel goed voor jou en je mag de weerstand los gaan laten. Ik vroeg het niet, hij zei het tegen mij. Ik vroeg er niet om. Hij begon te praten, je mag de weerstand loslaten. Deze man is heel goed voor jou. Hij zegt, je zult... Hoe zei hij het? En nu precies de tijdlijn zoals het gebeurd is. Jullie zullen twee kinderen krijgen.
Je zult volgend jaar, dat zei hij ook, je zult volgend jaar gaan verhuizen. En dat klopt, van 2018 ben ik bij zijn vriend gaan wonen, terwijl dat op dat moment nog helemaal niet het plan was. Hij zei ook, jullie zullen een huis kopen, je zult twee kinderen krijgen. En deze man is heel goed voor jou, maar je mag hem gaan toelaten. Dat is wat hij zei, dat heb ik onthouden. Vervolgens zegt hij, je hebt het potentieel. En het ging, dat jaar heb ik het slechtste omzet jaar ooit gehad in mijn business. Hij zei, je hebt het potentieel om super, super veel geld te verdienen, zegt hij. Enorm veel geld wil jou vinden. En ook hier is het een kwestie van dat je het mag gaan toelaten. Je mag dit gaan omarmen. En als je dit gaat doen, je gaat het niet meer van je afstoten. Dan zal dit je realiteit worden. Die resoneerde ook helemaal. Ik voelde dat, ook al was er nul bewijs op dat moment. En wat hij ook heeft gezegd, je bent super vruchtbaar. Als je zwanger wil worden, ben je zo zwanger. En ook dat wist ik. Dat heb ik al die tijd gevoeld. Dus in mij, ik deelde het omdat ik het lastig vind om dit te delen. Omdat ik nooit heb getwijfeld aan, er is nooit druk geweest. In onze relatie was het vooral zijn vriend die daarin wat meer controlerend was. Maar ik geloof erin, omdat het via mijn lichaam moet gebeuren, dat ja, dat geen invloed had. Dat maakte ik ook als mijn waarheid. Ik heb de hele zwangerschap vertrouwen gehad dat ook dat alles goed was met de kinderen. Dat ik makkelijk zwanger zou worden. Dat ik precies kon bepalen en wanneer ik er klaar voor was, dat ik dan zwanger zou zijn. Eigenlijk als alles, en het klinkt zo stom als ik dat zeg, want ik weet dat het een kwetsbaar onderwerp is. Maar alles is precies zo gegaan zoals ik het wilde. En dat komt omdat er 0,0 weerstand is geweest op dat onderwerp. Er zat zo'n sterk vertrouwen. En zo'n onthechting komt misschien ook omdat ik ook iemand was die het ook oké had gevonden als ik geen kinderen had gekregen. Dus die druk was er niet van het moet, ik wil het zo graag. Ja, dat was het. Dus er is nooit een... Er is altijd alleen maar vertrouwen geweest. En dat heeft zich ook gemanifesteerd. Gewoon alles. Tot op de dag dat ik zei van, ik zou het echt fantastisch vinden als Nora in zeg maar hetzelfde moment geboren wordt dan Julian. Dat vond ik heel fijn, want er waren de dagen lang, kon ik lang wandelen. Dus wat gebeurt er? Wat doet het universum nu? Het zit er één dag verschil. Dus ik dacht echt, die gaan we op dezelfde dag. Ik weet niet, dat ik de 15e mei, s'avonds in bad zat. En eigenlijk dacht ik, oh, alsjeblieft, laat het morgen gebeuren. Want ik wil dat ze allebei een eigen verjaardag hebben. En het wordt om 6 uur, waar ik wacht, wakker met weeën. En dan, toen is Nora vrij snel geboren. En Julian was de dag erna jarig. Dus een dagverschil, zeg maar. Echt zo precies. Ja, dat kun je ook toeval noemen. Ik weet het, weet je, maar ik zie dat zo. Het is zo precies gebeurd zoals ik het zou willen. Dus vanuit mijn ervaring kan ik echt zeggen, oh, als je nul weerstand hebt en echt in vertrouwen gaat zitten, dat je lichaam precies weet wat het moet doen, dat je vruchtbaar bent, dat er een kindje geboren wil worden, dat het pad van de minste weerstand, je lichaam kan dat vinden, maar vertrouw er alsjeblieft op, dan bemoei je er niet mee. Laat los. Hoe meer je loslaat, hoe sneller het komt. Maar je moet het niet daarom doen, want er zit alweer druk op. Dat is het echt. Oké. Hoe werkt het bij genezing? Blijf dat lastig vinden, hoewel ik er veel mee oefenen en bezig ben, omdat het mijn allergrootste wens is. Weet je wat ik denk dat het is, Lisette? Dat je er heel weinig mee bezig moet zijn en heel weinig mee moet oefenen. Want wat je vaak doet is, ik ken jouw situatie een klein beetje, dat je toch, ook al wil je het niet, vanuit tekort en vanuit kijken naar, ik ben ziek, die situatie benadert, waardoor dit opnieuw aandacht krijgt. En wat je eigenlijk wil, een heel mooi in dat boek, ik weet niet of je dat al gelezen hebt, maar ik heb dat echt voor de 5e keer on repeat als luisterboek, Money and the Law of Attraction. Daar zit heel veel in over gezondheid. En daar zit ook een stuk in, en dan denk je misschien, waarom Money and the Law of Attraction? Omdat de basis ook is van het wet van aantrekking, als je niet gezond bent, met een gezond lichaam begint alles. Ja, als je niet een gezond lichaam hebt, dan vreet dat continu en kan je moeilijker de rest manifesteren. Dus de basis van overvloed is altijd een gezond lichaam. En er staat dus in dat boek over dat stukje gezondheid, dat er een man was die inderdaad veroordeeld was ook tot een ongeneeslijke ziekte, die vervolgens zelf zegt, ik heb mezelf door humor genezen. Wat hij gedaan heeft, maar dit is maar een voorbeeld, is dat hij gewoon nul aandacht er meer aan besteed had. En voor hem werkte het. Het zegt van, ik ging bepaalde series kijken, waardoor ik echt gewoon, ja, de hele dag, eigenlijk zou je het stukje moeten luisteren, alleen maar in een deuk lag. En hij heeft zichzelf echt beter gelachen. Het gaat niet om het lachen, maar het gaat om de weerstand. Hij liet de weerstand volledig los, dat is het. Hij liet de weerstand volledig los. Aandacht was al niet meer naar het ziek zijn, alleen maar naar joy. En doordat het continu joy was, heeft zijn lichaam, hij is volledig genezen. En ook dit vind ik heel lastig, maar je vraagt het me, maar ik geloof daar dus echt in.
dat op het moment dat je die joy opzoekt, alignment opzoekt en geen aandacht meer besteedt aan het ik ben ziek. En ik weet dat het lastig is, al helemaal als je je niet goed voelt en je er middenin zit en je naar de dokter moet en ik snap het. Maar probeer dan, al is het 5 minuten, 15 minuutjes per dag, momenten dat je echt in die joy zit, echt je goed voelt, echt iets aan het doen bent, waar je gewoon helemaal in je element bent, dat je dan visualiseert hoe het is om alleen maar bezig bent met, je ziet jezelf lopen, je krijgt te horen, je bent nu volledig genezen, dit is echt fantastisch, dit maken we zelden mee, wauw mevrouw, wat fantastisch, wat die heeft meegemaakt. Ja, we snappen het niet, maar daar gaat het niet om. Ik praat nu even vanuit doktersperspectief. Hoe tof zou het zijn als? Probeer daarmee bezig te zijn. Ik weet niet of je er iets mee kan. Maar vanuit jouw situatie zou ik proberen om het zo aan te vliegen. Ja, er komt nog een vraag. Hoe kan ik negatieve dingen uit mijn jeugd omzetten naar positiviteit? Nou, dat is wat we net uitgebreid behandeld hebben in een andere vraag. Misschien helpt het om dat even terug. Maar dat, mijn antwoord was in de kern. Om echt te gaan zien hoe die situatie je gediend heeft. En er positief naar kijken versus negatief. Ook al is het heel negatief, kijk toch naar, ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken, want het heeft me dit en dit gebracht. Oké, wacht, ik ga nog even verder met de antwoorden. Of met de vragen die ik heb gekregen. Hey Kim, ik lig in een scheiding en ik zoek daarom een eigen woning. Ik verlang enorm naar een eigen plekje met een fijne energie. Maar tot nu toe heb ik nog niks passends kunnen vinden. En door de huizenprijzen voelt dit soms als onmogelijk. Hoe hou ik vertrouwen dat ik een fijne plek vind en manifesteer ik de woning van mijn droom? Bedankt voor je reactie. Oké, mooie vraag. Een van de Six Figure Academy veel babes waar ik veel contact mee heb. Die heeft recent deze shift gemaakt en een huis gemanifesteerd. Weer een teken dat het echt kan. Ik heb dit zelf ook gedaan toen ik, dat was dan geen scheiding, maar ik ging uit elkaar met mijn vorige relatie. En eigenlijk alle huurprijzen waren gewoon veel te hoog. Kon ik niet betalen op dat moment. Dat was in 2014-15. En ik wist heel duidelijk wat ik wel wilde. Dat was een sociale huurwoning en dat was in een bepaald complex aan het water. En ik had van alles bekeken al. En ineens... Ik wil je even meenemen in dat proces om je te laten zien wat er mogelijk is. Ik was continu allemaal huur, het kopen kon ik sowieso niet, maar allemaal appartementen aan het bekijken en wat er wel mogelijk was en contacten aan het leggen. En allemaal inspired actions aan het ondernemen. Ik heb ook heel veel huizen bezocht, echt een hele tijd. Maar alles was toch... Het was het net niet of het was qua prijs niet. En het voelde gewoon niet goed. En toen ineens, toen kwam er via een woningbouwvereniging, waar ik langs liep, dat complex wel eens, maar dat ik wist, er woonden eigenlijk allemaal wat oudere mensen. Daar is heel weinig verloop. Dus er komt bijna nooit wat vrij, behalve als iemand sterft bijvoorbeeld. En toen... Sorry, kwam er iemand binnen waar ik even over moest nadenken. Of een WhatsAppje binnen van een van mijn team. Toen liep ik daar dus langs en toen heb ik gedacht van... Wauw, dit zou het vet zijn. Dit is van de woningbouwvereniging, kan ik waarschijnlijk betalen. Hoe tof zou het zijn als ik hier een plekje zou krijgen? Wat gebeurt er? Die donderdagavond, vergeet het nooit meer. Die donderdagavond keek ik dus naar het complex online via de woningbouwvereniging... En toen dacht ik echt, wauw, hoe tof zou het zijn als daar een keer wat vrijkomt. En hoe tof zou het zijn als ik dat krijg, want ik stond wel ingeschreven bij die woningbouwvereniging, maar ik wist niet of het lang genoeg was. En dat was donderdagavond, ik ben gaan slapen, ik was er heel erg mee bezig, dus vrijdagochtend open ik mijn telefoon. En ik zie dus, of het nu een mailtje is dat ik heb gekregen, of ik open die website, dat weet ik, ik kan me niet meer herinneren, maar ik zie dus dat er... Precies op de bovenste verdieping ook nog eens met het vetste uitzicht. Daar een woning is vrijgekomen die ik kon betalen. De huurprijs kon ik betalen. En ik dacht echt, want ik had toen, ik werkte dus in een praktijk. Ik heb alle ochtend, de eerste twee weet ik nog, klanten heb ik afgezegd. Ik dacht, ja, het is niet netjes, maar ik moet dit huis hebben. Dit is gewoon het allerbelangrijkste. Ik heb klanten afgezegd. Ik heb me aangekleed, dat weet ik nog. Ik ben gerend naar de woningbouwvereniging. Volgens mij was ik daar om 8:30 of 9:30 of zo ook voor de deur gestaan.
En ik echt naar naartoe ging van, ik moet dit huis hebben. Ja, mevrouw, u kunt dit invullen. Nee, maar ik moet dit huis, ik wil dit huis hebben. Vertel me wat ik moet doen om, ja, je mag dit invullen. En dan, ik zeg, maar is er nog iets wat ik kan doen, waardoor ik misschien, ik heb die echte vrouw helemaal gestopt. Uiteindelijk was er niks. Maar ze wisten wel dat ik het heel graag wilde hebben. Dus ik dat netjes gedaan. Ik was volgens mij ook de eerste, alles ingevuld. Ik zeg, en hoe gaat het nu verder? Ja, als je de hoogste op de lijst bent. Of iemand anders die het niet wil. Als je op die lijst staat, zegt ze, dan gaat het naar de volgende. En volgens mij waren er iets van 10 dagen of zo, waardoor je erop kon inschrijven. En tussendoor ben ik nog langs geweest. Dus ik, is er nog iets wat ik kan doen? Ik wil zo graag het uit. Dus ze wisten echt wel dat ik het graag wilde hebben. Ik denk, misschien toch wel een rol, ik weet het niet zeker. Maar goed, na die 10 dagen kreeg ik dus bericht. Werd ik dus gebeld dat ik dus nummer 1 was op die lijst. Of ik wilde gaan kijken. En ik dacht, oh my god, yes. Dus ik daar kijken. Nou, het was helemaal fantastisch. Ik zag gewoon wat ik ervan kon maken. En ik opende de ramen. En ik zag daar ook over het water uit. Zonsondergang. Het was echt een droom. Dus ik meteen ja gezegd. En het proces in gang gezet. Helemaal blij. En nou, het was echt zo'n voorbeeld. Het was zo aligned. Ik liep daar langs. Hoe tof zou het zijn als. Gewoon nul druk. Het moet nu lukken. Hoe tof zou het zijn als. Die donderdagavond ga slapen. Vrijdagochtend. Het is er. Het kan echt zo gebeuren. Ik zie nu terug ook bij een van de Six Figure Academy VIP babes. Dat eerst gewoon de hele tijd in uw weerstand. En het huis kon maar niet. En het kan niet in deze tijd. Want de huizenprijzen zijn zo hoog. En dit en dat. En ineens maakt ze een shift. En er komen 2 huizen tegelijkertijd. En ze heeft er nu eens. Kon kiezen. Dit bestaat echt. Durf hierop te vertrouwen. Als een ander het kan, kun jij het ook. Maar hoe meer druk je erop legt. En hoe meer je erin zit. Van ja, maar dat kan niet. Want ja, de huizenprijzen. Geloof in wonderen. Geloof dat er iets bestaat wat jij nu nog niet kunt zien. Dat op je pad kan komen. Als je durft te vertrouwen dat het lukt. En als je loslaat. Probeer dit echt te doen. Al is het maar 5 minuten per dag dat je visualiseert. Of dat je ergens langs loopt. Of hoe tof zou het zijn. Als ik ooit. Maakt niet uit. Maak er iets van. Maar durf erop te vertrouwen dat dit kan. Ja, ik snap het principe, zeg jij. Maar de pijn zit er constant en die belemmert me. Wat je antwoordt, doe ik zoveel mogelijk. Ja, dat snap ik wat je zegt. Ik snap je. En als de pijn misschien op bepaalde momenten ook maar iets minder is, probeer dan het moment te pakken. En probeer jezelf, als het lukt, ik weet niet hoe dat werkt voor jou, maar probeer jezelf zoveel mogelijk af te leiden van de pijn. Oké. Alright, dit waren de vragen in ieder geval die ik heb gekregen. En die ene vraag wat ik net zei, daar kom ik nog even op terug. Oké, dat betekent dat er nu ruimte is voor andere vragen. Dus shoot! Oh jongens, we zijn al meer dan 1 uur bezig. Oké, jongens, we gaan dit even anders doen. Want ik ga even kijken of ik hier op de laptop de live ook kan pakken met de vragen. Want deze gaan zo snel, verschijnen ze uit beeld. Dat ik dit niet kan zien. Ik ga even refreshen, kijken of hij dan nog doet. Ja. Oké. Kijken of ik hier de laatste vragen kan zien. Oké, dit gaat heel snel, dus ik ga even mijn best doen. Geen vraag. Ik wil graag iets delen. Vorige Q&A deelde ik dat mijn zoon heel slecht ging en aangeven had het leven niet meer te zien zitten. Ja, je gaf een heel confronterende, maar waardevolle reactie. Dankjewel daarvoor. Nu is hij in zijn eentje het Pieterpad aan het lopen. En hij logeert elke avond bij mensen die hun huis voor hem openstellen via vrienden op de fiets. Hij heeft ook al een baan voor als hij terugkomt. Het leven lijkt niet alleen voor hem, maar ook voor ons als ouders een stuk lichter. Wauw, ik krijg hier tranen van in mijn ogen. Wat fantastisch. Oh, wat fantastisch. Wat fijn dat je dit deelt. Dat dit zoveel is geshift. Oh, wat fantastisch. Ik ben heel blij voor je. Vraag over voeding. Ik heb geleerd dat je juist niet te vaak moet / mag eten, omdat dit niet goed is voor de bloedsuikerspiegel. Zelf ben ik nu meer aan het eten, luisteren naar mijn lijf. Ik sport veel. Ja, oké. Okay. Ja, fuck de regels. Ik eet ook heel veel. Ik eet heel vaak. Ik geloof erin dat je naar je lijf mag luisteren om te voeden wat bij je past. Ik geloof erin dat het juist heel goed is omdat je bloedsuikerspiegel juist constant houdt door dat soort te doen. Dus, maar in voedingsland, er zijn 1001 meningen. Durf te volgen wat voor jou goed voelt. Ja, en de andere vragen ben ik alweer kwijt. Dit is lekker. Oké, jongens, hoe gaan we dit doen? Want ik krijg real-time opmerkingen. Maar ik wil alle opmerkingen en daar kan ik niet op klikken. Ah,
is niet fijn. Oké, ik ga proberen om even terug te scrollen. Herken jij de emoties die je van binnen voelt als je ergens mega enthousiast over bent? Dat je aan alles voelt dat die emoties een teken zijn van een stap die je moet zetten? En sowieso als het voelt vanuit enthousiasme, als het goed voelt, is het altijd dat ik denk het is een goede stap. Ik heb dit heel erg als ik terugdenk aan mijn anderhalve maand reis naar New York. Alleen in 2017 kon ik echt huilen als ik iets voorbij zie komen. Het verlangen is zo sterk. Alleen zit ik nu ook met het feit dat ik een relatie heb waar ik enorm blij mee ben. Echt de reis, het verlangen. Niet om voor een langere tijd die kant op te gaan. Ik twijfel met name met deze emotie en verlangen. Maar waarom kun je niet alleen gaan binnen de relatie? Ik ben ook een aantal maanden alleen gegaan in een relatie. Oh, dan had ik geen moment spijt van om dat te doen. Jij mag doen wat voor jou goed voelt, maar waak ervoor dat je niet wat hij wil, dat jij jezelf zo gaat aanpassen, jezelf voorbij gaat en achteraf denkt, had ik maar. Waak daarvoor. Want ik had eigenlijk achteraf veel langer willen gaan. Het is allemaal goed geweest zo. En er komt nu iets. Ik heb nu een huis gekocht in Bali, dus dat is een wordt vervolgd. Het is oké en ik wil heel graag de kindjes ook meenemen, maar achteraf denk ik, ik had veel langer willen gaan. En ik weet, maar ook dit is niet voor niets gebeurd. Als ik geen relatie had gehad, denk ik dat ik nu op Bali had gewoond. Volg je voor echt mijn advies is echt, volg jouw verlangen. Pas je niet aan, te zeer aan in die relatie. Je mag je aanpassen, maar niet als je voorbij gaat aan jezelf. Oké. Bijvoorbeeld anderhalf jaar heb ik een tijdelijke woning gehuurd vanwege een scheiding. Vanuit het vertrouwen dat het tijdelijk zou zijn en uiteindelijk een permanente woning oplossing op mijn pad zou komen. Nu anderhalf jaar later woon ik alweer 3 maanden samen met mijn nieuwe partner en kinderen in een nieuwe aangekochte woning samen met mijn partner. En deze woning is exact de droomwoning die ik voor mijn scheiding wilde maken van mijn... Oh, fantastisch. Oké, heb je tips om een diepgeworstelde angst, zoals weg te vallen als moeder voor je kinderen, bijvoorbeeld ziekte te kunnen shiften? Deze angst blijft zo nu en dan op en dan denk ik, help, ik wil dit niet manifesteren, snap ik. Maar ben er ook niet te veel mee bezig van, oh, daar komt het kaartje, sorry. Ben er niet te veel mee bezig van dat je dit dan aantrekt. Angst loslaten, het is oké. Dus hoe shiften hem? Ja, ik zou het vooral zelf interessant vinden van waarom denk ik dit? Waar komt dit vandaan? Misschien dat je daar nog iets mee kan, zonder dat je er te veel aandacht aan gaat geven. Maar voor de rest is het ook als het komt, probeer het los te laten. Dit is niet realistisch, gaat niet gebeuren, komt goed. Bedankt voor deze Q&A tot eind oktober. Ja, goed dat je het zegt trouwens Manon, want dit wil ik nu even delen. De eerstvolgende Q&A is dus niet de eerste week van november, maar al een week eerder. Omdat ik de week erna, die donderdag, dat eigenlijk de Q&A is, het vliegtuigpak naar Bali voor het retreat. Dus ik wil heel graag 1 week eerder al doen met jullie. Dus noteer dat even. Als het goed is, heb je ook een mail hierover gekregen. En we zetten het nog apart in de Facebookgroep. Manon, geniet, want het is 13:11. Ga even lekker eten. Prima. Dus dat. Dus de laatste week van oktober, die donderdag, 10:00, is de eerstvolgende Q&A. Kun je als Nederlander een huis kopen op Bali of is het lease voor 30 jaar? Ik heb het land geleased en de villa koop ik, inderdaad. En ik heb een lease van, wat is het, 24 jaar geloof ik. En die kan ik ook weer verlengen met 25 jaar. Heb je nog tips om een diepgewortelde angst, zoals weg te voor... Oh nee, die heb ik net beantwoord. Oké, zijn er nog vragen? Waren dat ze? Misschien eentje die ik gemist heb, die je alsnog kunt posten voor me. Want ze gaan zo snel voorbij dat ik ze moeilijk terug kan halen. Dus als er nog iemand is, shoot. Ik heb mijn drinkflesje vergeten. Normaal lurk ik zo een fles leeg, merk ik. Het is helemaal in lijn met het kaartje aan de trui laten zitten. Geen drinkfles. Het was te snel. Ik was echt nog even bezig met proberen zo uitgebreid mogelijk de vragen te beantwoorden. En dan heb je dat. Ja, als je kind op 10 jaar ziek is, is angst loslaten lastig. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ook hier vind ik dat ik denk, ja Kim, wie ben jij om daar eens over te zeggen? Volgens mij vraag je ook niks. Dus ik snap helemaal dat het lastig is. Ik kan me ook niet voorstellen hoe het voelt als ik dat zelf zou hebben als moeder. Dus ik vind dat heel erg lastig. Wat ik wel zelf heel mooi vind, is hoe Abraham Hicks in ieder geval daarover teach. Right? De wet van aantrekking is dat wij mensen hier op aarde een bepaalde visie hebben over wat goed en fout is en hoe het hoort te gaan. Maar dat iedereen
een bepaalde tijd kiest dat hij hier op aarde wil zijn. En dat sommigen ook echt, wij denken ook dat babytjes niets voelen, geen eigen wil hebben. Maar Abraham Hicks vindt dat zo mooi. Het staat ook trouwens heel uitgebreid in dat boek Money and the Law of Attraction nog eens. Dat babytjes dat wel degelijk een vibratie uitzenden. En ook al heel lang bestonden, non-fysiek, het non-fysieke deel, al heel lang aanwezig was voordat ze hier op aarde kwamen. En wij denken dat ze hulpeloos zijn. En dat zijn ze misschien omdat ze een babytje zijn en nog niet zelf kunnen eten en lopen en dat allemaal. En kunnen praten in het begin. Maar ze kunnen wel degelijk vibratie uitzenden. En ze kunnen wel degelijk verlangens uitzenden. En ze kunnen wel degelijk zelf creëren. En dat is ook waarom wij vaak denken, ja, maar hoe kan een hulpeloos wezentje als een babytje? Maar een babytje is niet per definitie een hulpeloos wezentje. Dat is ook iemand die vibratie kan uitzenden, die al lang vibratie heeft uitgezonden en een bepaald plan ook voor zichzelf had voordat hij hier op aarde kwam. Ja, je zal me iets meer context moeten geven. Louise, een kind uit een abusieve relatie. Zou je iets meer context willen geven, alsjeblieft? De volgende keer ben ik er weer ondernemer met inschrijven bij KWK. Supergoed, Esmee, deal. Heidi, iemand die ik ken, wil graag een bepaald persoon manifesteren. Deze bestaat. Is dat mogelijk? Ik heb er een idee over, maar benieuwd hoe jij er tegenaan. Ja, absoluut. Ik heb er zelfs een podcast over gemaakt. Het is ja en nee, maar dan is even wat uitgebreider. Ik heb er een podcast over gemaakt. Kun je een specifiek persoon manifesteren? Volgens mij is dat letterlijk de titel. Dus die zou je eventueel kunnen doorsturen. Ja en nee. Ja. Oké. Louise, het antwoord is iemand die 5 jaar mentaal en fysiek mishandeld is en daardoor ook depressief is geworden. Het antwoord zou zijn vanuit de wet van aantrekking dat jij met jouw vibratie iemand positief kunt beïnvloeden, maar je zult nooit zijn punt van aantrekking kunnen beïnvloeden. Dus je kunt hem beïnvloeden door zelf een voorbeeld te zijn van wat je hem gunt, door dat zelf te zijn. En daardoor beïnvloed je hem. Dat is wat je voor die persoon kan doen. Voor wie is het boek waar je naar verwijst? Nou, ik denk gewoon voor iedereen. Er staat heel veel in Money and the Law of Attraction over geld natuurlijk. Maar vooral over gezondheid en attraction in general. Ik vind het een super waardevol boek. Ik weet niet. Het is een super waardevol boek. Ik heb er heel veel aan. Dus waarom ik erover deelde is omdat er ook heel veel in staat over gezondheid. Dus iedereen die dat interessant vindt. Ja, absoluut. Ook er voor haar zijn inderdaad. Ja, klopt. Oh, ik bedoel, van wie is het boek? Oh, sorry. Ja, van Esther en Jerry Hicks. Van Esther en Jerry Hicks. Dat was voor mij een zo van, ja, natuurlijk. Van Esther en Jerry Hicks. Sorry. Ik heb hem hier al liggen, maar er ligt een stapel bovenop. Dus ik zal die stapel even laten voor wat het is. PDF. Ja, kan ook. Is er nog iemand? Heeft er iemand nog een vraag? Anders gaan we afsluiten, want het is al 11:18. 18 over 11. Ik ben trouwens van plan, misschien is het wel leuk om dat nog even te benoemen, want dit speelt nu heel erg. Nu ik voel, misschien komt het uit de lucht vallen, omdat je voor de rest misschien mijn podcast niet luistert, maar degene die het wel heeft gevolgd, ik heb business-wise best wel een interessant, uitdagend 4, 5, 6 maanden achter de rug, waarin er heel veel is veranderd, waarin ik me ook echt helemaal terug heb getrokken, de hele tijd niks heb gelanceerd. En nu kriebelt het weer aan alle kanten, ik krijg ook heel veel vragen over Kim, wanneer kan ik, Kim, wanneer doe je de deur open van dit? Oké, nee, ik ben er nog niet helemaal over uit, dus ik ga het niet definitief delen. Wat ik wel wil zeggen is, hier in deze academy, als je een training hebt gevolgd waar je super enthousiast over bent, betekent het dat je affiliate kan zijn tijdens de volgende lancering. En het gaat waarschijnlijk richting eind oktober al zijn. Ik heb nog 3 toffe dingen die ik wil doen dit jaar. En onder andere een lancering
Ik denk nu van Law of Attraction Mastery, omdat daar heel veel vraag voor is. En ik heb die al meer dan een jaar niet gelanceerd. Het is eigenlijk insane, want het is gewoon mijn nummer 1 training. Dus iedereen die die heeft gevolgd en er enthousiast over is, die mag affiliate zijn. Dus daar krijg je ook nog meer informatie over. Ik wil het alvast delen, want ik krijg er heel veel vragen over. Kim, heb je daar standaard iets voor? Nou, ik heb daar iets voor. In ieder geval nu, voor tijdens een lancering. Dus dat wilde ik vast delen. Dat als je dat tof vindt, super interessante manier ook. Om als je het oprecht tof vindt en er heel veel aan hebt gehad, om erover te delen. En op die manier als iemand via jou aansluit, betekent dat dat je 50% van de investering van mij krijgt. Omdat we zo samen de wereld mooier maken voor mijn gevoel. Het is echt een win-win situatie. Dat wilde ik even delen, want ik krijg er heel veel vragen over. Maar ik wil hem dus ook eventjes hier in de groep delen. Ik wil iets vertellen over je kaartendek. Het gaat sowieso gebeuren. Ik heb een ja gekregen. Het gaat via een uitgeverij zijn. Het is heel tof, spirituele uitgeverij. Ik heb inspraak op wat we gaan doen. En wat ik wil doen is namelijk... ik heb er een idee. Ja, ik kan wel delen. Ik weet niet wat ik mag delen, maar het wordt heel tof. Ik wil een heel tof design laten maken. Ik wil dat het kaartjes worden met een houten standaard die je kan neerzetten, die ik zelf ook kan neerzetten, die met mij resoneren. Het worden waarschijnlijk affirmaties. Waarschijnlijk affirmaties. Ik ben nog aan het denken over misschien bepaalde vragen, maar die komen daar weer uit voort. Die superkrachtig zijn, waar je je dag mee kan starten, dat je een kaartje trekt en dat je meteen voelt van oké, ja, dit is voor mij, 's ochtends. Ik vind het gewoon super fijn om zoiets te hebben, wil ik al jaren. En nu werd ik benaderd door een uitgeverij van Kim, wil dat met jou doen, sta je daarvoor open? Ik denk, ja, dat lijkt me echt tof. Dus dat is wat er nu, maar we zijn ook over en weer aan het gaan, over hoe en wat. Maar ja, het gaat wel sowieso gebeuren en ik weet eigenlijk niet wat ik wel en niet mag delen trouwens. Maar het is misschien wel leuk om in het proces al heel veel te delen, dus ik zal het even goed vragen wat ik wel en niet mag delen. Maar dat is in ieder geval wat er gaat komen. Ik durf het nog niet te zeggen qua tijdlijn. Dat is even ook afhankelijk van de uitgeverij en lanceringen die zij al gepland hebben. Dus ja, dat. Maar het wordt heel vet. Plus we willen het qua prijs echt super aantrekkelijk maken. Dat je het ook kan weggeven als cadeautje. Om het echt gewoon... Ja, weet je, dit wordt niet vanuit mij in ieder geval helemaal niet. Maar wordt niet gemaakt als... snap je? Als inkomstenmodel of als die is er helemaal niet, zeg maar. Dat zal het helemaal niet zijn. Het is echt gemaakt om te geven, om mensen hiermee kennis te laten maken, om iets laagdrempeligs te hebben, om iets tofs te hebben, fysiek, wat je als cadeautjes ook kunnen geven. Mij lijkt het gewoon geweldig als dat. Dat zou eigenlijk mijn droom zijn als ik een keer mijn eigen kaartdek bijvoorbeeld in een winkel zie staan of zo. En misschien daarna een boek, maar dit kaartdek word ik veel blijer van op dit moment dan een boek. Ik hoorde laatst in een podcast uit Amerika iemand roepen, dat vond ik zo tof. Zij zegt van ja, misschien komt het boek er ooit, misschien niet, zegt ze. En misschien wil er wel iemand, gaat er wel iemand mijn podcast omturnen in een boek. Dat zou echt heel tof zijn, zegt ze. En toen dacht ik ineens, ja, maar dat zou tof zijn. Als er iemand mij gaat helpen om een podcast, want dat is eigenlijk mijn levensverhaal, gewoon van de afgelopen jaren, mijn podcast zou kunnen omzetten in een boek. Dat zou echt te vet zijn. Maar ja, het zijn 900 afleveringen, dus het is nogal wat. Maar goed, zij zei dat. Dus ik dacht van, goh ja, die zou ik ook wel kunnen uitzenden. Who knows what happens. Ik gooi het universum in and we'll see. Maar dit kaartendek voel ik goed helemaal. Het wordt super tof. Ik zie mezelf ook elke dag gewoon dit. En dat zou ik het tof vinden als ondernemers dit hebben. En hoe tof is het als we 's ochtends ons kaartje delen en dat weer de wereld in verspreiden. Voor mij is dit gewoon echt, ik ga helemaal aan nu. Een manier van licht en liefde en overvloed verspreiden. Zo zie ik dit echt. En dat we dat met z'n allen gaan doen. Ja, dat. Dus ik word er helemaal blij van. Dus als het aan mij ligt, vond het echt heel tof. Ik ga echt mijn best doen om het heel mooi te maken. Ja, ik ratel even 5 minuten over mijn kaartendek. Sorry. Ik vind het ook echt heel tof dat het erdoor is. Want het moest nog door de marketing- en salesafdeling moest het goedgekeurd worden. Ik had een voorstel geschreven. Maar ze waren heel enthousiast, dus dat is echt tof. Oké. Okay. Ja. Leuk dat er zo positief gereageerd wordt. Heeft er nog iemand een vraag? Kan ik nog iemand op dit moment helpen? Anders gaan we afsluiten en dan hoop ik je weer de laatste van de maand te zien. Let me know. Die straalt er helemaal van. Ja, ik vind het ook echt heel erg leuk. Dit is echt zo'n, het is echt zo'n overvloed ding. Zo'n wens, zo'n manifestatie ding. Dat wil ik al zo lang, maar ik wilde het moeiteloos. En nu dat een uitgeverij het heeft
geïnitieerd. En zij hebben eigenlijk de leiding. Mag ik alleen maar de leuke dingen doen? En dat is precies hoe ik het wilde. En ik heb dit nooit als project gehad om... Snap je? Als onderdeel van mijn bedrijf voor al bepaalde inkomsten. Want zo heb ik het nooit gezien. Ik wilde gewoon dat het een passieproject was. En ja, zoals het zich nu ontvouwt, is het precies een passieproject. En de timing is right. En helemaal dat ik nu... vanaf afgelopen zomer zoveel los heb gelaten en echt het volledige pad van joy, does it bring joy, ben ingeslagen. Dus dat was ook de vraag, does it bring joy? En op dit moment, it brings joy. Dus het antwoord is ja. Heel lief. Oké, jongens, we gaan hem afsluiten. Dankjewel, heel leuk jullie enthousiasme. Dankjewel voor je mooie woorden, je fantastische vragen, de interactie, het erbij zijn. Oh, wat liefde. Ik moet gaan, Kim. Ik hou van je energie. Je bent echt een voorbeeld voor mij. Tot de volgende keer. Oh, super lief. Dankjewel. Ja, dat vind ik echt heel erg lief. Heel fijn dat ik dit mag betekenen. Dit moment elke maand vind ik ook echt heel tof om te doen. En ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen iedere keer de moeite nemen om erbij te zijn. Om vragen te stellen. Om, weet je, dit houdt het levendig. Sowieso. Dit is hoe we lichtjes creëren en verspreiden. En ja, blijf dit vooral doen. Dankjewel dat je er bent. Ik hoop je te zien. De laatste van de maand. Dank je voor vandaag. Heel fijn. Weekend alvast. Het is wel donderdag. Damn, the week flies. Time flies. Hele fijne dag. Heel veel liefde. En tot over een paar weken. Deal. Mwah. Ja, supermooi nog.